Vlaanderen heeft geen enkel ensemblegezelschap meer. Nee. In Amsterdam werken 21 mensen. Dat betekent dat jullie die acteurs allemaal kennen. Mm-hmm. Dat je die vertrouwt. Ja. Dat je weet wat je daaraan hebt. Dat je nieuwsgierig bent naar combinaties. Ja. Voor een regisseur is dat ook toch ongelooflijk geweldig dat hij met dezelfde mensen kan werken. Kan je dat inbeelden dat je vandaag in dat gezelschap gaat werken en morgen in dat, zoals de Vlaamse acteurs dat moeten doen nu? Ik absoluut niet. Ik ben heel ik kies ook heel bewust om bij die familie te horen. Ja. Bij een ensemble te horen. Ja. Ja. Wat een familiegevoel oplevert, waar je je veilig voelt, waar je... Repeteren is gênant. Het gros van de tijd is echt heel gênant. En dat is makkelijker als je de mensen kent. Familie, ja. Ja. Nee, ik heb daar precies hetzelfde idee over. Ik heb ook altijd in ensembles gespeeld. En het verbaast mij heel erg dat dat hier verdwenen is. Ik denk dat voor mij, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van die veiligheid, van je ontwikkeling. Natuurlijk zijn er heel veel acteurs die dat niet hoeven en die een supercarrière hebben, maar die raspaarden zoals bijvoorbeeld Chris, die bestaan ook bij gratie, denk ik, en ikzelf, maar van een ensemble. En als dat verdwijnt, ja, dat is iets heel wezenlijks wat verdwijnt. En ik vind dat vrij heftig en ook onbegrijpelijk. Ik zou denk ik anders al 20 jaar lang dezelfde rollen spelen. Ik ook, zeker. Want er is iets wat ik heel goed kan. En dan zou ik dat daarom gevraagd worden. Dat is bij je veiligheid. Dan word je daarom gevraagd ook. Oké. Ja. En ik heb nu dat het nog steeds... Ja. Waarom ben jij gestopt? Goh, een goede vraag, Paul. Nee, waarom ben ik gestopt met theater? Omdat ik geen ensemble was? Nee, dat heeft er weinig mee te maken, maar ik wou in mijn leven ook nog wel andere dingen doen. En op een bepaald moment, ja, ik was er een beetje op uitgekeken. En de laatste producties die ik gemaakt heb, was met die korte kaas. En dan zat ik ook terug in de locatieprojecten. Maar dat was heel interessant, maar daar was dan ook geen geld meer voor. En als je dan op een bepaald moment 30 wordt en je voelt dat allemaal financieel moeilijk wordt, ja, ik was dat echt wel een beetje beu geworden. En ja, ik ben dan een beetje naar televisie overgestapt. Ik heb ook andere dingen gedaan natuurlijk die ik ook wel belangrijk vond in mijn leven. En die ik niet had kunnen doen indien ik in het theater was gebleven. Maar er is geen echte reden waarom zo. Het is niet echt dat ik denk van nu stop ik ermee. Nee, het is gewoon eigenlijk voor mijzelf in mijn leven een organische evolutie geweest. Ik wou nog één vraag stellen en dan spuur de vragen maar af. In een grote zaal spelen is veel moeilijker dan in een kleine zaal. Hoe leer je dat? Ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of dat waar is, nee. Ik denk dat voor een grote zaal theater maken veel moeilijker is dan voor een kleine zaal. Maar dat is iets anders dan dat het voor de acteurs moeilijker zou zijn. Ik denk het wel. Het is ook niet voor niks dat in de grote zaal nu allerlei hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld. Ja, zoals microfoons. Of dat regisseurs, camera's al. Camera's ook. Maar goed, het is iets van mij, maar ik denk dat theater is eigenlijk niet gemaakt voor die grotere zalen, tenzij je al die hulpmiddelen gaat gebruiken. Ik zeg altijd, uw zintuigen, die nemen heel snel af naar gelang de afstand die je tot iets hebt. Ja, maar vroeger, dus zien, horen, vroeger voelen. Vroeger kon het wel. Vroeger kon het nee, vroeger, maar dat betekent vroeger declameerde dat men dan ook alleen ja, maar. Ja, dat de spelen toch veranderd dan moest je zorgen dat je verstaanbaar was tot op de achterste rij. Dus dan ga je vooraan staan en je zegt je tekst zodanig dat iedereen hem kan verstaan. Maar als je dat dus wil vermijden, dan zit je in een grote zaal meteen met heel veel problemen natuurlijk, om dat nog genuanceerd te kunnen laten verlopen. En dan zijn er maar een paar regisseurs in Vlaanderen en Nederland, om niet te zeggen misschien maar één, die daar echt goed mee weg kunnen. En dat is Ivo. Ja, bedoel, het is heel moeilijk om in een grote zaal acteurs, alleen om theater te maken. Dat is heel moeilijk. Ik zag Ivo vorige donderdag, zo'n uurtje voor Antonioni project in première, hier, ja, in de Antwerpse première zou gaan. En hij zei, ja, ik ben een cola aan het drinken, dat betekent dat ik stress heb. En ik dacht, hier voor stress, dat is iets dat ik me niet kan inbeelden, maar goed. Op de koop toe, crasht een van de pc's. Dus
Ik dacht, oei, voor dat op de Cupertino. Hoe wordt dat dan opgelost? Als er zo'n technisch probleem is? Ja, dat vond ik wel fantastisch. Dan ben ik echt trots op onze groep. En helemaal niet zo op de acteurs, want wij zaten gewoon maar op een bank. Maar vooral ook op de technische ploeg en hoe Ivo daar dan mee omgaat. En eigenlijk gaat het nog, natuurlijk innerlijk is het onrust, maar vrij kalm. En dan de mannen buigen zich allemaal over de machine. Ik zeg hem even met jullie spreken. Ja, dus dan overlegt hij. Maar niet en dan, veel eigenlijk. Nee, maar hij overlegt een klein beetje. Of hij laat heel even, gebruikt ons even als klankbord van om een beslissing te nemen, gaan we het doen of niet. En dan is het toch al snel van we gaan het gewoon doen. Want ja, techniek of niet. Tuurlijk is het een super technische voorstelling, maar ik wil het ook graag laten zien dat we wel... Dat het ook over spelen, of dat zei hij dan, van, we hebben toch verdomme die acteurs, we moeten gewoon gaan spelen. Ze gingen gewoon spelen en dan ja, kom je ook weer heel erg in je kracht te staan met elkaar. Het was wel echt even zweten natuurlijk. Ja, het duurde heel lang en het publiek zat al in de zaal. Maar goed, ja, meer dan een half uur hebben we. Ja, en je hebt natuurlijk ook, en we hadden een aantal mensen die rollen overnamen, die dat trouwens uitstekend hebben gedaan. Maar voor hun is het dan helemaal gekhuis, want zij gaan voor het eerst op. Dus zij zitten daar in een spanningsboog die maar... duurt en duurt en duurt. Dus voor hun was het echt volgens mij een marteling, maar die hebben dat geweldig gedaan. En de afloop hadden we dan een kick, dat we dat dan toch maar gedaan hadden met z'n. Nog iets. En dan stop ik dan eens bij jullie. Je hebt emoties die zichtbaar zijn, die u uitgesproken worden zichtbaar. Je hebt ook emoties, zoals in het Antonioneproject, buiten het podium. Ja. Hoe gaat dat? Ja, dat vind ik juist het leuke eraan. Toch? Dat wat er in de coulissen... Soms, Ivo ook, bij Temmen van de Fakes gaat hij heel vaak in de coulissen zitten. Omdat dat eigenlijk een leukere voorstelling is. Nee, maar er gebeurt zoveel. Er gebeurt, tuurlijk, dat is het fantastische eraan. Dat, zeker met zo'n massavoorstelling als Antonioni. Wat er allemaal in de coulissen ook nog eens gebeurt. Maar als het goed is, als het heel goed functioneert, dan gebeurt het natuurlijk het meest op scène. En is er vooral concentratie in de coulissen. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld crisis bij Romeinse... Bij Romeinse tragedies. Nee, ik wil het leuk. Jij kon dat. Johan is de meester in... Ik ben nog even mee iets aan. En nu ben ik op. En dan is dit. Ik kan het helemaal knippen. Ik heb meegemaakt... Jawel. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb meegemaakt in KNS Antwerpen dat Sint-Vaillé, in de Boula was dat, dat Jos Gevers zat nog te kaarten. En dan zei oei, ik moet de parolke gaan placeren. En die ging even het zijn op en die ging weer af. En die kaarten weer. De passie lag meer in het kaart dan in het spel natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld zoals in Romeinse tragedies met al die mensen rondom op het toneel. Dat hebben we geleerd. Dat is de ervaring denk ik. Ik herinner mij nog heel goed bij Koppen. Dat was het eerste waar het publiek zo dichtbij kwam. Ja. Dat ik die eerste keren dat we dat speelden, dat daar zat iemand. Die kon zo mijn zweet ruiken. Letterlijk. Maar daar zijn we ook aan gewend geraakt. Dat hebben we vaker gedaan. Men kan alles leren. Dat is mooi. Vragen. Kom al. Allee, ja. Eentje maar. Het is misschien eigenlijk al voor een deel beantwoord. Hebben jullie momenten waarop jullie dus ideeën kunnen lanceren voor het repertoire? En zijn er dergelijke ideeën ook al opgepikt door Ivo, door Jan? Van kijk, dat is misschien inderdaad een productie die we zouden kunnen doen, een tekst die boeiend is, een film die boeiend is. Zeg maar. Wij deden bij het Zuidelijk Toneel, hadden we een leesclub. Maar daar waren we natuurlijk maar met 8 acteurs, dus dat was een kleiner ensemble. Maar dan krijg je discussies. Van Caligula's, er zijn er nog wel dingen. En ik denk dat het nu op zich dat het wel zou kunnen als je echt een idee hebt gehad. Ik denk ook dat dat wel gebeurt, dat mensen dat delen. En zeker bijvoorbeeld ook, er is ook een mogelijkheid. Gaat een acteur van ons ook bijvoorbeeld een stuk regisseren binnenkort bij ons. Dus er is absoluut een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen dan alleen maar als acteur. Nog vragen? Johan Tielemans, geen vragen. Oh, dat is het, hè? Dat verwondert me. Wel. Je hebt zoveel vragen gesteld. Hoor. Dan bedank ik jullie voor dat meer dan aangenaam en heel overtuigend gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.